Hey yo-wagers van Shadowweems23, ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie een nieuwe episode van Ronald speelt Minecraft. Dit is episode 52 en ja, vandaag gaan wij bezig met ja, mijn tower of power voor ja, nether chisel en allerlei magische rotzooi. Dus ja, dat is de slogan van de tower of power of zoiets. Nou, daar moet ik nog wat leuks voor verzinnen. Maar goed, in ieder geval, wij gaan dus even verder met de tower of power. En ik moest even wat bekijken net. Eens even kijken, goed. Wel, tower of power. Wel, wat hebben we daarvoor allemaal nodig? Ho, 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 ho. Eerst even mijn sound shizzle aanpassen. Waarom zeg ik steeds shizzle vandaag? Ik weet het niet. But I love it. Dat is van de mask. Even kijken. Goed, wel. Dat pad, dat hadden we afgemaakt. En, oh ja, nee, vandaag zullen we eerst gaan tuinieren. Dat is ook zo. Even kijken haar. Ik wil hier eigenlijk wel een leuke vijver hebben. Ja, doen we dat. Even kijken. Zo, even die shizzle weghalen. Oké, zo. Goed, vijfje graven. Ho, 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 ho. Wil ik dat het zo bij dat pad loopt? Ja, dat kan wel. Nee, ik weet wat cools. Hold your horses. Even kijken. Ik wil zo'n episch brugding maken. Maar goed, we gaan eerst even dit mooi maken. Zo, een soort ja, rivier gaat het worden dan dus, denk ik. Even kijken. Kennelijk hadden jullie allemaal heel erg veel genoten van de livestream die Jordi en ik gisteren hadden gedaan. We hadden er echt allebei zo verschrikkelijk veel lol in. Het was echt zo geniaal, want we zaten op MCI Pixel. Nou ja, de server die wou niet meewerken en zo. Dus ja, even kijken. Ik zal zelf ook wat meer gaan doen op Hypixel, denk ik. Omdat ik het nou ja, gewoon cool vind en zo. Wat is dit weer voor iets? Hallo, vinden we dat normaal of zo? Bloep, 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 mooi. Ha, dan wordt het ook allemaal even natuurlijk. Oh nee, niet daar. Daar moet jij natuurlijk, oké. Ja. Oké dan. By the way jongens, laat even achter in de comments, wie spelen er allemaal World of Tanks? Want ik ben echt een soort van verslaafd aan dat spelletje. Ik vind het zo enorm episch gewoon. Ik vind het zo geniaal World of Tanks, niet normaal gewoon. Mijn naam op World of Tanks is ShadowGames23, dus ja, het is met tanks en zo. Een soort van PvP tank battle-achtig iets, dus ja, even kijken, goed. Nou, dan gaan we eerst de kelder maar eens even in, dan gaan we maar eens de gebruikelijke rotsen bij elkaar verzamelen. Even kijken, wat zit hier allemaal in? Oh, nou, dat kunnen we allemaal hier wel houden ook, hè. Wat hebben we allemaal nodig? Wel, we hebben hout nodig en zo, want ik wil dus een bruggetje maken. Even kijken. Nemen we dit mee... Heb ik geen oak meer? Heb ik al mijn oak opgebruikt? Moeten we ook nog eens naar de tree farm ook nog? Wat is dit nou weer dan? Ik zou toch zweren dat ik nog wel woed had daar beneden. Nou ja, kennelijk niet. Who cares, right? Ik vind het wel leuk zo. Hup, spring. Mooi zo. Eens even kijken, dan gaan we de volgende episode met de tower verbouwen verder. Ik was helemaal vergeten dat ik dit wou doen. Ach ja, doe je eraan, hè. Even kijken, zo, nog wat boopjes omhakken. Oké. Zo, by the way, ik wil even wat weten van jullie. Wat zouden jullie ervan vinden als ik muziek onder mijn video's zal zetten? Dus bijvoorbeeld net zoals ik bij The Walls deed. En ik heb het ook wel een keer geprobeerd bij Ronald's Minecraft. Alleen wel, er was niet zo heel veel aan, want wel, het was niet. En dan heb ik bijvoorbeeld muziek onder spannende momentjes, zoals ik met mobs aan het vechten ben of zo, weet je wel. Net zoals bij The Walls. Dus ja, laat het even achter in de comments. Even kijken, het is wel genoeg goed, denk ik. Kijk, kijk, saplings hebben we al bij ons. Dat is mooi. Zo, prima, oké. Okay. Dicht met de hal, oké. Wel dan, gaan we dit eens even helemaal mooi maken, want wel mijn villa daar zo. Oh ja, ik heb geen Optifine meer, lolcats. Eens even eten. Oké, ik wil wel nog even een grafting bench met shit neerzetten. Even kijken, zetten we hier even een grafting bench neer in de hoek. Oh, die staat er überhaupt eigenlijk wel leuk. Daarnaast, dit is onze vaste grafting bench voor buiten, shizzle. Oké, goed. Oh, pumpkins, ja. Stairs. Oké, gaan we eerst nog eens even kijken wat ik een beetje in de planning had. Even kijken, ik wil dit van hout hebben. Dat we een soort van ja, fundering krijgen, zeg maar. Zo, dit moet dan een soort paal worden of zoiets. By the way jongens, ik wil ook nog een keer helemaal dit dock helemaal daar naartoe hebben. En dat ik dan een soort railroad track hier zo aan de zijkant maak. Hier zo denk ik zo.
En dat ik dan zo roets helemaal daar naartoe kan als ik wat wil. En dan ga ik denk ik nog wat leuks bouwen in Swamp of zo, voor een slime of zo, I don't know. Binnenkort ga ik by the way ook weer eens wat onder de grond werken, want ik wil wat name tags en zo. Dus we gaan wat nieuwe rotzooi ontdekken. Dat wil ik eigenlijk ook. Ik wil een beetje die kant op, zeg maar. Want ik ben die kant al helemaal op geweest en zo, en die kant. Maar ik ben eigenlijk nog nooit die kant op geweest. Weet je wel, een beetje gewoon die kant op. Even kijken. Het zo gaat onder, dus het is oost, west. Noorden, het noordoosten, zeg maar, die kant op een beetje. Dus ja, dat wil ik doen. Even kijken hoor. Zo ja, nu heb ik meer wood nodig. Oké. Ik weet niet echt hoe ik dit moet maken, maar nou ja, dat zullen we zelf wel gaan merken, denk ik. Even kijken. Zo, daar hebben we nog wat slabs nodig. Even kijken. Ja, we hebben sowieso nog wat slabs nodig. Dus ik maak maar even wat meer. Even kijken. Dirt hebben we ook nodig. Zo. Oké. Bam, bam. Bam, bam. Oké dan. Bam bam, prima. Zo, huppakee. Hoetsch, hoetsch, hoetsch. Doet, 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 doet. Oké. Dit allemaal weghalen. Zo, wat het in principe. Alleen, ik weet niet hoe ik dit wil doen. Wil ik het zo doen? Met dit zo. Oh, wat staat dit goofy? Nou. Dan kan ik dit daar dan eventueel doen. En dan. Something like. Like this. Oh, wat lelijk. Oh, wat lelijk. Oh, bah. Kots lelijk, word ik ervan. Of ja, nou, laat ik maar. Kijk, als het nog wat langer zou zijn. Zullen we hem nog één wijder maken? Ja, dat moet wel, denk ik. We gaan lekker s'nachts doorwerken, jongens, omdat het kan. Even kijken, zo. Ja. Even bucket. Nee, ja, daarheen. Hup, boom. Daarheen. Dit weghalen. Oké. Goed, zo. En dan wil ik het zo en zo hebben. En dan dacht ik aan zoiets als dit, zeg maar. Dan zoiets als dit. Kijk, gewoon zo'n ouderwets brugje. Je weet wel. Even kijken. Ja, zoiets als dit dan, denk ik. Gewoon zo'n oersimpel. Te zijn. Dit had ik ook. Ik vind dit gewoon al helemaal. Ik wist niet zeker of dit wel mooi uit zou pakken. Maar ja, ik ben niet zo'n Minecraft-architect iemand. Ik al prima en lauw en vet en chill en dope. En weet ik hoe je die rotzooi wil noemen. Even kijken. Goed. Nou, dan moeten we wel eerst even dit een beetje mooi maken nog. Zo. En zo. Dat het nog wel een beetje mooi oogt. Dit staat gewoon lelijk. Dus dit moet anders. Ja, ik ben dus, zoals ik dus al zei, geen Minecraft-architect. Oké dan. Ik hoor wat. Nou, spoken. Spoken! Oké, zo. Nou, dit weghalen. La 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 la. En willen jullie, by the way, dat ik gewoon als Minecraft ga veranderen? Dat ik bijvoorbeeld alleen boeiende dingen op camera ga doen? Bijvoorbeeld cave systems en zo. Dat ik dat allemaal off camera ga doen. Dus zeg maar alleen ja, projecten of on camera. En dit soort rotzooi off camera. Nou ja, je weet wel waar ik het over heb. Gaan we dit maken in Jezus naam? Oh my god, even kijken. We kunnen maar beter dit zo opvullen of zoiets. Waar zijn mijn slabs gebleven? Oké. Okay. Ik wou al zeggen, whatever. Oké. Kijk, dit kunnen we doen zo, zeg maar. Ja, ik weet niet. Oh nee, wacht eens even zo, dit kan weg. Dat heb ik helemaal niet nodig. Dan komt sugarcane zo, zeg maar. Een soort van Oost-Indisch tuingeval gaan we hier maken. Oké, dat staat erbij. Oké, dit is beter. Kijk, wat ik dan in gedachten had. Kijk, dan halen we dit weg zo. En dan maak ik daar gewoon. Please, zeg maar dat ik dit goed doe. Kut! Echt lekker grof taal gebruik ik ook altijd. Maar ik kan nooit. Godsamme, ik kan nooit. Jezus, ik kan nooit die dingen goed krijgen.
Ik weet niet waarom, even kijken. Zo, oké. Ja, dit is wel redelijk. Oké, nou dan wil ik dit nog doortrekken zo. Dat het op een echte vijver gaat lijken in plaats van een raar poeltje. Even kijken, ja, prima. Zo. Daar nog wat, prima, prima. Nou, ik vind dit wel, wel redelijk. Ik vind het niet lelijk of zo. Niet een beetje te dun. Ja, dit loopt wel wat even door. Ja, ik hoor je wel. Nou, ja, jij ook helemaal daar, meneer. Sterf, prima. Ik heb overal fire respect en zo op, dus soms maken geen schijn van kans. Niemand maakt dus geen kans tegen mij, natuurlijk. Maar dat wisten we allemaal al. Oud nieuws. Zo. Nee, ook niet. Hoe dan? Zo. En dan moet dit weer zo. En dan moet dit ook weer. Ja, oké. Okay. Dan kan dit wel wieberen, denk ik. Ja, oké. Okay. Zo. Ik heb dit pad hier wat breder. Ik ga het ook daar doen. Tenminste, als dat mij zo bevalt. Dit bevalt me eigenlijk wel goed, zo'n wat breder pad. Oké, nou, dan moeten we natuurlijk even wat sugarcane hebben. Hebben we nog sugarcane? Of nou, dat hoeft niet nu per se. Ik kan eerst wel wat waterlelies gaan planten. Oké dan. Gewoon wat waterlelies bij huis of zo. Zombie villager, je kan op bokken. Oh nee, ik ben geen zombie villager. Doe jij daar nou? Nee, je moet daar, oké. Okay. Prima. Ziet hij helemaal mooi en puik. Gaat toch dood jij? Die zombie hard functie van 1.6 moet opbokken. Ik haat dat, serieus. Loopt dit? Nee. Oké, okay, dan gaan we slapen. Is maar eens dineren. Oké, okay, nou we zijn al weet ik veel hoe lang bezig. En we hebben nog steeds niet echt verdere vorderingen gemaakt. We hebben alleen maar de vijver en de... hoe noem je dat? Padspul ding gemaakt. Oké, okay. Yay, golden apple. Oh ja, mensen hadden by the way een idee van... je moet, nou één iemand had een idee, ik weet niet meer wat jouw je Minecraft en YouTube naam was, spijt me, maar in ieder geval, hij had een idee zeg maar van waarom versla je niet één Wither Boss, en, maar versla je er gewoon twee. En dan hang je gewoon hier zo'n Wither Star neer, en dan gebruik je de andere voor een beacon, want die ga ik boven op mijn huis zetten, in mijn zolder. En dan ga ik het, en het Dragon Egg ga ik dan hier doen zeg maar in lijst, tenminste als ik de dingen überhaupt te pakken kan krijgen. Geen idee hoe ik dat moet doen, maar dat regelen we nog wel. Maar ik ga dus in ieder geval misschien wel twee Wither Bosses verslaan, één voor de Wither Star en de andere. Voor de, ja, nog een Wither Star, maar dan voor de beacon. Fine, goed, wel. Eens even kijken. Oké, dan, nou. Oh, wacht, ik ben nu hier toch, dus kunnen we beter maar even wat sugarcane meenemen. Oh, bij de way, jongens, als ik klaar ben met mijn hele nette geneuzel, dan ga ik een keer weer ondergronds bezig. Voor name tags, voor mijn honden en zo, want dat wil ik echt wel een keer gaan doen. Even kijken, als je een stofzuiger hoort, dat is mijn moeder, het spijt me enorm. Maar even kijken, wat heb ik allemaal nodig? Oh ja, sugarcane. Ik hoor zo'n idiote brutspin. Even kijken, zo, oké. Okay. Sugarcane. Hi. Eerst maar eens even met dat schorrimorrie afrekenen. Jezus, we hebben zo'n spin naar boven. Sterf. Nou, zo'n ding hier gaat ook dood. Archery skills for the win. En ook nog wel even wat XP pakken. Ook allemaal handig natuurlijk. Oké dan. Even kijken, zo. Ik vind het er wel mooi uitzien eigenlijk. Er kan er maar sugarcane niet te staan en bomen en helemaal bam was het. Wat doet die honden hier allemaal dan? Nou ja, whatever. Ze hebben kennelijk dorst. Oh ja, dit was met dat, holy kut, sorry. Dit was met dat, met die ogen toen. Dat was ook zo. Nee, je dikke emu-pek! Wel, dit vind ik niet zo aardig. Nou ja. Waarom ik?
Waarom nou verdorie altijd ik? Ik wil uitleg van de wereld. Ik vind het allemaal niet meer leuk. Even kijken. Zo. Nou ja, oh my god, dat is allemaal weg. Scheids hoor. Ja, zo of niet? Nee, met een steen. Hier zat steen, Ronald. En daar zit ook weer wat aan. Dit moet maar verstaan. Dit fix ik wel off camera. Stomme mops ook altijd. Nou, ga eens mijn sugar cane plaatsen. Dan rond 5. Oké dan. Zo, dat groeit verder allemaal wel. Prima. Waarom dood jij? Oh, visite altijd. Die buren van tegenwoordig. Helemaal niet goed van. Oké. Snoes is hierboven. Op de trap of zo. Moeder weer in de bocht met die stomme kat ook altijd. Fuck dit ook. Met dat hele hoge gedoe. Want het groeit toch als kool hier. Dus wat dat betreft. Oké dan. Nou. Bones. Perfect. Komt mooi uit. Kunnen we mooi boompjes maken. Even kijken. Zullen we hier een boom neerzetten? Ja. Oeh. Mooie grote boom. Even kijken. Hier wil ik ook een boom hebben. Nee. Dat is zo'n klein kutboompje. Dat wil ik niet. Dat groeit over het pad in. Ik wil hier twee grote bomen hebben. Of ik ben een kutboompjes. Wegwezen, hup. Opbokken. Is de rotboom. Ik zal het nog wel een beetje aanpassen off camera. Maar deze video draait een beetje om het idee, zeg maar. Dit was zeg maar een soort Chinese tuinachtig dingetje. Ik heb wel eens geprobeerd om zo'n hele Chinese boog te maken, zeg maar. Alleen dat wordt niks. By the way, jongens. Misschien gaat Jordi en ik binnenkort nog wel een... Gewoon als het Minecraft of Jorre die survival stream doen. Dat zou mij best wel leuk lijken. Ik weet niet wat Jorre leuk vindt, maar... Scheidszooi, ik weet meer. Kijk, daarom haat ik Minecraft dus. Het is gewoon tegenwoordig... Lijkt het gewoon helemaal nergens meer op. Je hebt gewoon... 50 bone meal dingetjes nodig voor één dingetje. Hoe je daar gewoon 2000 bone meal dingetjes voor een boom. En ik heb jeuk aan mijn poot. Geweldig. Zo, nou, Jordi message mij op Skype, denk ik. Nou ja, dat zal wel. Gewoon even stack met boemiel. Succesleden. Oké, zo. Even kijken. Stommie vlees opdommen. Ja, oké. Jee! Grote boom! I like it. Dat vind ik wel mooi. Zo, grote boom hier. Even kijken. Dan wil ik eigenlijk hier nog wel een boom hebben. Hier zo. Oh yeah! Dat wil ik zien. Dit niet. Je irritante prutboom. Wegwezen. Hup. Hup, 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 bokken. Ik wil alleen maar van die grote boom. Niet van kleine babyboompjes. Gewoon lelijk. Gewoon helemaal bah. Gewoon bleh. Nee, wacht. Hier zit ik een birch tree neer. Want ik wil ook wel wat birch hebben natuurlijk. We hebben een mooie Aziatisch vijverring. Oké. Dit is echt zo saai, hè? Gewoon een beetje voor die blaadjes slaan zo. Kijk, mam, ik sla bladeren. Even kijken. Oké. Perfect. Nou, gaan we hier zo'n mooie oak tree neerzetten. Niet een kleintje, niet een kleintje. Mooi. Hier een birch. Hier op dit ding. Zo. Zo. Hier weer een mooie oak. Wat het... Nee! Dat is u. Donder een eind op jij lelijke boomding. Oké, hier wil ik wel een oak. Mooie grote oak. Grote... Nee, de godsamme. Nou, ik kreeg wel veel hout zo. Nou, ondertussen dat die bladeren dan al weg gaan, ga ik hier nog wel een mooie boom planten zo. Dit mag wel een kleine oak zijn. Ja, oké. Groeien alleen maar kleine oakjes hier tegenwoordig. Nou ja. Who gives a shit, right? Oké, Nee. Nee! Ja, lelijk ding.
Oké, nou dit moet maar zo. Nou dit maar weghalen. Ik maak alleen even dit stuk, de rest doe ik wel off camera. Oké, dan. Wel, nu gaan we even met bone meal spelen. Of nee, ik wil hier nog eens kijken of ik zo'n mooie grote oak tree kan laten groeien. Wel even bladeren weghalen natuurlijk. Vast een beetje een lange video dit, maar ach, nou ja, jullie hebben het verdiend. En daarom heb ik dit ook voor jullie over. Even kijken zo. Jullie vinden het langer, maar gewoon dat op Minecraft is best wel leuk volgens mij, dus Godsamme! Uiteraard bone meal is op. Alles gewoon in bone meal gemaakt. Kijk, die bomen die wil ik. Niet met een kleine kutdingetje, dat is dat. Dat hoef ik niet, dat wil ik niet. Vind ik lelijk. Bah. Kijk, mooie oase zo. Jezus, onkruid. Kijk, bam. En bam en zo. Kijk, dit is toch mooi? Echt jij. Oh, je groeide dan allemaal sugarcane en zo straks. Mooie rode roos. Mooie orchidee of zoiets. Oké dan. Nou, ziet er wel prima uit, denk ik. Nog een birch tree. Oak tree. Birch tree. Tuurlijk, we hebben zo'n klein kutboompje, uiteraard. Oké dan. Even een mooie birch tree daar. Kleine birch tree, hun. Nou, fine by me, oké. Hier nog zo'n mooi oak. Ja, oké, dan mag gewoon een kleintje zijn, dat boeit me niet zoveel. Oké, dan dat is ook wel prima. Als je het zo wil spelen, is het een boom. Oké dan. Oké. Het ziet er wel redelijk uit. Ik bedoel, even die crafting bench eventjes ergens anders neerzetten natuurlijk. Oké dan. Saplings even hier een dump, oké. Dump even bone meal erin. Dit even mee, oké. Oh nee, wacht. Dit moet nog even gedaan worden. Dit zo. Met gras en shit. Kijk, het is toch prachtig. Het is gewoon mooi hier. Hey, een appel. Apple a day keeps the doctor away. Oké, nou. Kijk, dit ziet er toch prachtig uit. Kijk, dan doe je nog wat mooie torches. Voor mooi lichteffect 's avonds. Kijk. Dit is nu mooi. In plaats van lelijk. Kijk, daarom heb ik liever die grotere bomen, want dan kun je beter torches op doen. Nou, ik doe er wel wat torches op, want ik heb geen zin in onverwachte gasten vannacht. Nee, daar. Oké, nou, dat ziet er wel prima uit zo. Ik vind het echt wel mooi. Je loopt helemaal door zo'n oase of zoiets heen. Ik vind het wel gaaf. Misschien wil ik hier een grotere boom hebben. Ja, ik denk het wel. Moet ik even kijken. Nou, dit ziet er ook wel mooi uit zo, kijk. Met die waterlelies en zo. Maar goed jongens, ik denk dat dit het wel was voor vanavond. Als jullie meer Minecraft willen zien, dan like dat even. En willen jullie meer gewoon als op Minecraft zien, laat het even achter in de comments. Want wel, ik heb er heel veel aan als jullie zeggen van, we willen meer. En dan komt er ook meer. Dus ja jongens, en volg me natuurlijk even op Twitter, @ShadowGames23. Abonneer ook nog even als je bezig bent. En wel, dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.